meer dan alleen vlees. Je moet ook een beetje overdrijven, denk ik, hè? Tuurlijk, zeker. Van Linschoten, meer dan alleen vlees. Een dag in de slagerij begint eigenlijk met een goede bak koffie. Met elkaar bespreken we de dag. We hebben eigenlijk 4 teams. De slagers, de koks, de vleeswarentoonbank, die wordt dan gesneden. En de productie. Ja, het mooie van het slagersvak is dat het echt een ambacht is. De dieren zijn niet veranderd, maar het vak zelf verandert natuurlijk wel. Waar we vroeger rundgehakt verkochten, zijn we nu gehaktballen gaan verkopen. Mensen willen steeds meer gemak. We maken nu ook maaltijden, zelfgemaakte soepen. Dat was vroeger ondenkbaar dat je dat kant en klaar bij de slager kocht. Ik ben de 4e generatie van Linschoten. Ik denk dat we toch wel altijd met de tijd mee zijn gegaan. En dat maakt voor Linschoten ook tot wat het nu is. Een cv plus motivatie leef je in. Vervolgens nodig je dan uit voor een gesprek. En meestal laat je dan een dag proefwerk. En dan? Krijg je een heel mooi contract met een gouden griffel eronder. Werken bij de leukste slagerij van Rotterdam? Mail dan snel.